Voorzitter, het is misschien ook wel een beetje pijnlijk om toch gelijk te krijgen. De heer Wilders was het de vorige keer niet bij mij eens toen ik zei... mevrouw Kaag die gaat het toneelstukje opvoeren, die gaat zeggen foei. En vervolgens gaat de heer Rutte zeggen, ik ga weer iets nieuws doen. Ik trek iets uit de kast, we krijgen een toneelstukje waar niemand nog iets in zag. Behalve mevrouw Kaag, die zei, ik zie verandering. De trailer was beter dan de film. Volgens mij was de aankondiging beter. Ik heb geen trailer gezien. De aankondiging was beter dan de film. En toch was het voor mevrouw Kaag voldoende om samen motie in te dienen. En ik zei het toen al. Ze zit natuurlijk gewoon op schoot. En ik vraag via uw voorzitter aan mevrouw Kaag. Hoe kunt u dat? Hoe kunt u zo sterk iemand zijn gedrag afwijzen, maar binnen een paar weken gewoon weer op schoot zitten? Mevrouw Kaag. Ik vind het een onpasselijke suggestie, op schoot zitten tegen een vrouwelijke politica. Ik zeg het maar even. Ik vind het tamelijk seksistisch. Dank u wel, meneer Azarkan. Eén keer, maar dat niet meer graag. Tweede, op de inhoud heb ik aangetoond in alle stappen dat wij willen kijken wat wij kunnen doen vanuit D66, een progressief liberale partij voor het land. 1,5 miljoen kiezers verwachten dit en willen dit ook. De voorwaarde waaronder is juist waarover we het willen hebben. De bestuurstijl, versterking van de rechtsstaat, wat we willen doen in Europa, een andere positie, een andere stem, andere keuzes. Klimaatcrisis, kansongelijkheid. In de zijlijnen blijven zitten en achter de interruptiemicrofoon blijven staan, brengt het land voor ons als D66 niet verder. Gaan wij regeren, is niet gezegd. Willen wij het proces ordentelijk op basis van de bevindingen van de heer Tjink-Willink, die dat namens onze Kamer heeft gedaan, waar uw input in zit, willen we daarover gaan praten. Dat is de strekking van deze motie. En er staan geen partijen onder als einduitkomst. Er staan ook geen namen onder. Het zou zo fijn zijn als we vandaag kunnen praten over de inhoud en de mogelijke keuzes. Want daar kunnen ook de wegen zich weer scheiden. Dat is partijen en personen gebonden. Heel kort afrondend. Ja, voorzitter. Belachelijk om iets te suggereren dat het een seksistische opmerking is. Het is, en dat weet mevrouw Kaag heel goed. Als je bij iemand op schoot zit, dan betekent dat wat er precies gebeurde aan het begin van het kabinet. De heer Rutte kondigde aan het begin van dit debat. De heer Rutte kondigde al aan wat mevrouw Kaag ging doen. Terwijl ze een aantal weken geleden zei, dat is de laatste keer dat de heer Rutte namens mij gesproken heeft. Dat deed hij eigenlijk weer toen hij daar stond. En het is gewoon een normale uitdrukking als je zegt, je zit bij iemand op schoot. En het is gewoon zo. En ik spreek mevrouw Kaag aan op haar geloofwaardigheid. Ze zei toen ze buiten stond, ik zou zelf opstappen. Ze zei, ik vind het niet geloofwaardig. Ze zei, dat wat hij gezegd heeft, dat is gewoon, ja, met haar woorden zei, dat is gewoon liegen. En mijn vraag is, nogmaals aan mevrouw Kaag, hoe geloofwaardig vindt u uzelf als u gewoon weer een paar weken later op schoot zit om samen het volgende kabinet, we weten dat gaat gebeuren. Dank u wel. U zult vicepremier worden onder Rutte. Dat gaat gebeuren. En dat weet heel Nederland. Dank u wel, mevrouw Kaag. Dat weet heel Nederland, u meer dan ik. Ik praat graag verder over de inhoud, over de grote uitdagingen, de oplossingen en de totale verschillen in ideeën die wij hebben. Ik kijk op een heel andere manier dan de heer Rutte en zijn partij naar de rol van de overheid, de publieke sector, de autonomie, het belang van investeren, het belang van versterken en dat dat geld kost, bijvoorbeeld. We hebben allemaal grote inhoudelijke verschillen. Maar ik ben ook oorlogs- of vredesgezant geweest. En ik weet ook, met diegenen met wie je de grootste verschillen hebt, zul je toch op een gegeven moment onder voorwaarden en de motie, bijvoorbeeld van GroenLinks en PvdA, motie Segers en andere moties, die helpen ons daarbij. Je moet aan tafel gaan zitten. Dat is de enige manier om te kijken of je eruit kunt komen in het belang van het land. En daarna kijken we of we meedoen als partij. En daarna kijken we wie er namens de partij zou gaan zitten. Maar het is geen gelopen wedstrijd. Maar dit is een nodige etappe en broodnodig, ook in het belang van de geloofwaardigheid van de politiek, mijns inziens. En als tweede grootste partij zie ik dat als onze verantwoordelijkheid. Is het populair? Misschien niet. Is het noodzakelijk en verantwoordelijk, dat wel. Voorzitter, dank u wel. Bijna 100 dagen geleden ging Nederland naar de stembus en zelden is er na de Tweede Kamerverkiezingen zo'n enorme puinhoop van gemaakt. Het resultaat van al dat informatief geklets en achterkamertjes is een hele grote nul. Er is geen enkel, maar dan nog geen enkel zicht op een mogelijke coalitie. De formatie is totaal mislukt. En eigenlijk, voorzitter, als je er goed over nadenkt, is dat helemaal niet zo verbazingwekkend. Als we het politieke slagveld overzien,
Want de leider, bijvoorbeeld de leider van de grootste partij, de heer Rutte, is door zijn eigen leugens en bedrog en het willen wegwerken van een gekozen volksvertegenwoordiger, dat vergeten we niet, meneer Rutte, kort na de verkiezingen ernstig politiek verzwakt. Hij had natuurlijk direct op moeten stappen na de moties van afkeuring en wantrouwen. De man ontbeert inmiddels ieder moreel kompas en politiek gezag. En omdat hij partijen als de PVV al voor de verkiezingen uitsloot, heeft hij zichzelf in de handen van linkse partijen gedreven. Daar piept hij nu over, maar het is zijn eigen schuld. En nu, voorzitter, gaat de heer Rutte samen met mevrouw Kaag van D66 een schets van een regeerakkoord schrijven. Ze hebben samen afgesproken dat Kaag dicteert en Rutte notuleert. Want zo liggen de verhoudingen. Als mevrouw Kaag daar tenminste tijd voor heeft en niet in haar favoriete vervoersmiddel, het vliegtuig, op weg naar Luxemburg of Niger of bezig is met het naar Nederland halen van ISIS-terroristen waar ze zo mee sympathiseert. Voorzitter, waar mevrouw Kaag ook mee sympathiseert, zijn die extreem linkse partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Partijen die ons land met een open grenzenbeleid en een klimaatwaanzin aan de rand van de afgrond zullen brengen. En hoewel de VVD en het CDA er voorlopig voor hebben gezorgd dat nu niet meteen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid wordt onderhandeld, hebben ze die partijen evenmin uitgesloten. Dat moeten mensen zich goed realiseren. Een vicepremier Klaver is nog steeds mogelijk. En dat, voorzitter, is natuurlijk een nachtmerrie. En dan hebben we nog het CDA. Een partij die eigenlijk alleen nog maar op papier bestaat. In de peilingen inmiddels kleiner dan de Partij voor de Dieren. En dat, ik moet toegegeven worden, heeft de heer Hoekstra toch knap gedaan. Zo'n groot electoraal effect in zo'n korte tijd van zijn leiderschap. Complimenten. Het CDA-voorzitter is inmiddels de meest instabiele partij van Nederland. Na het wegjagen van de heer Ontzicht en de christendemocratische zelfverrijking van Siewert van Linden zijn ze eigenlijk bestaansloos. Gelukkig, voorzitter, komt er nog zo'n fijn partijcongres na de zomer. Dat zijn echt prachtige bijeenkomsten waar ook ik me sinds 2010 altijd erg op verheug. Voorzitter, al met al is het dus geen wonder dat het na 100 dagen niks is geworden met deze partijen. De VVD is geïmplodeerd en vleugellam. Het CDA verschrompeld. D66 wil met twee linkse dwergpartijen regeren die dat zelf eigenlijk alleen maar willen om met 9 zetels niet in de vergetelheid te raken of om met 8 zetels te voorkomen dat hun leider misschien zou moeten aftreden. Voorzitter, dat is allemaal natuurlijk geen basis voor een nieuw kabinet. Dat is ruzie, dat is wanorde, dat is instabiliteit. En Nederland verdient zoveel beter. Nederland stemde in meerderheid rechts en verdient dus geen links. Nieuwe verkiezingen zijn keihard nodig. En hopelijk zonder Rutte. Ik heb het de premier al eens eerder gezegd. Ga wat anders doen. Neem een hobby, een vriendin of een hond. Want we moeten verder met Nederland. Nederlanders moeten, mevrouw de voorzitter, weer de baas worden in hun eigen land. De immigratie moet fors worden beperkt. De islamisering moet worden gestopt. De belastingen moeten worden verlaagd. De klimaatobsessie moet de prullenbak in. De zorg moet worden verbeterd. Het beste, het allerbeste herstelplan voor Nederland is snel nieuwe verkiezingen. Dank u wel, meneer Wilders. Interruptie van de heer Rutte, VVD. Voorzitter, wat zei de heer Wilders nou mevrouw, over mevrouw Kaag en haar sympathie voor IS-strijders? Kan hij dat nog even herhalen? Sympathie voor? IS-strijders, dacht ik. Of voor terroristen. Ze zei er iets. Hij zei er iets over. Ja, niet helemaal. Nou, het feit dat zij, en diezelfde sympathie geldt voor u. Het feit dat zij ISIS-strijders naar Nederland halen, omdat ze zogenaamd zielig zijn, omdat het vrouwen zijn die daar naartoe zijn gegaan, dat die naar Nederland moeten komen, is een walgelijke actie. En dat kan je alleen maar doen als je er sympathie voor hebt. Dat kan je alleen maar doen als je er sympathie voor hebt. En ik vind het iets verschrikkelijks. Oké, het leek te zijn alsof hij een specifieke opmerking maakte over één van onze Kamerleden in relatie tot terrorisme. Ik begrijp dus dat, nee, dat was zijn mevrouw opmerking... Niet. Ik maak hem even af. Ik begrijp dus dat zijn opmerking raakt aan het terughalen van één mevrouw en 3 kinderen. Dat debat vindt hier nog plaats. Ik ben blij dat die precisie er nu is. Dus dan raakt het niet aan mevrouw Kaag persoonlijk, maar aan het kabinetsbeleid. En dat verdedig ik hier vandaag niet. Dat gebeurt later in een debat. Maar ik ben blij dat dat is uitgeklaard. Denk ik. Ik had het net een interruptie over mevrouw Boutjalid. Daar was de heer Klaver zo boos op mij.
Maar ik sprak de waarheid. Dat ging over moslim-extremisme. Ik heb het nu inderdaad, en datzelfde geldt voor u, voor mevrouw Kaag. Dat geldt niet voor het hele kabinetsbeleid. Dat geldt ook voor u, meneer Rutte. Dat geldt ook voor mevrouw Kaag. Wat u doet, en daarom is het zo verschrikkelijk als u dadelijk met mevrouw Kaag en misschien nog met linkse partijen gaat regeren. Want dan komen er nog, dan gaan er meer van dit soort gekke dingen gebeuren. Dan gaat u, meneer Rutte, met uw vriendjes, mevrouw Kaag en misschien de heer Klaver of mevrouw Ploemen of anderen die dat allemaal hebben gesteund. Dan gaat u dadelijk ISIS-terroristen massaal naar Nederland halen met de smoes dat ze hier een proces zouden krijgen waarvan iedereen weet dat ze na maximaal een jaar of twee weer op straat staan en dat onze straten onveilig worden, mevrouw de voorzitter. En daarom, mevrouw de voorzitter, is niet mijn partij, maar is die partij, de partij van de VVD, de heer Rutte, dat is de linkse partij. U haalt allemaal terroristen uit Syrië naar Nederland toe. U maakt de straten hier onveilig en dat is walgelijk en onverantwoord beleid. De heer Rutte. Ja, voorzitter, dat is allemaal larikoek, maar het is dus niet zo dat de heer Wilders, en dat dacht ik hem te horen zeggen, in de richting van mevrouw Kaag zei, dat zij een soort liefhebber is van, of een aanhanger, of een steunpilaar is van terroristen. Hij doelt daarmee, begrijp ik dus. En het is goed dat dat is uitgeklaard op het besluit van het kabinet om in een hele specifieke situatie een specifieke actie te ondernemen. Daar komt ook nog een Kamerdebat over. Ik vind het belangrijk dat dat is uitgeklaard, want anders hadden wij een groot probleem gehad. Er is helemaal niks uitgeklaard. Ik ga van woorden. U zit uw eigen interpretatie te geven van mijn woorden. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik klaar helemaal niets uit. Dus ik vind dat zij daar sympathie voor heeft, dan heeft ze daar sympathie voor. Of u dat nou leuk vindt of niet. Wat krijgen we nou? Gaat de heer Rutte nou mijn woorden hier interpreteren en dan zeg ik, ben blij dat het is uitgeklaard. Ga weg. Mevrouw Kaag. Ja, het is iets heel ongemakkelijks. Het is niet altijd, en ik ben de heer Rutte, mijn collega Rutte, zeer erkentelijk. Ik zeg één ding. Het moet soms heel makkelijk zijn om Geert Wilders te zijn, want u gooit de meest verwerpelijke aantijgingen de lucht in. U herhaalt het op Twitter, u neemt geen enkele verantwoordelijkheid en u weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. Ik veracht uw woorden en ik zeg dit met alle kracht die ik heb, want het is verachtelijk. Ja. En niets anders, er is geen parlementair debat voor nodig. U weet precies wat ik denk en ik weet wie ik ben en ik sta ook in een andere rol voor het kabinetsbeleid. Dat is zorgvuldig, met inachtneming van de veiligheid van Nederland, met inachtneming van de rechtsstaat. En ik vraag me wel af waar u staat, meneer Wilders, als het gaat om de rechtsstaat en de rechten van één ieder, inclusief de plicht om het moeilijke te doen. U zult het nooit meemaken en gelukkig zult u nog kelderen in de peilingen. U verdient het niet. Dank u wel. Ik wil daar, meneer Wilders, voordat u daar iets... Nee, ja, maar ik wil daar... Zeker, ik geef u straks alle kans, maar u heeft wel een aantal woorden gebruikt als het gaat over sympathiseren met ISIS. De heer Rutte heeft geprobeerd daar duidelijkheid in te brengen en u blijft zeggen dat u staat achter deze opmerking. Ik wil daar wel van zeggen dat ik me daar verre van werp als voorzitter. Dat geldt ook voor de bewoordingen van een gekozen Kamerlid, mevrouw Bouchalikt. U gaat over uw eigen wording, maar ik vind het wel belangrijk om dit kenbaar te maken te hebben. Het gaat ook over de waardigheid van ons als Tweede Kamer, het kabinet en onze Kamerleden. Meneer Wilders. Het maakt me helemaal niets uit wat u ervan vindt. Voorzitter, dan even over mevrouw Kaag, die nu een beetje lafjes is weggelopen volgens mij. Dus ze wil wel uitdelen, maar ze kan niet incasseren. Is dat nou de conclusie? Mevrouw Kaag scheldt mij uit en loopt dan weg en durft niet mijn antwoord te horen. Ik geef het antwoord toch. Ik zeg mevrouw Kaag, die nu dus lafhartig afwezig is, mevrouw Kaag zegt tegen mij dat ze mijn woorden veracht. Ik zeg tegen mevrouw Kaag dat ik haar daden veracht. Ik veracht haar daden ongelooflijk diep. Zij heeft niet alleen maar ISIS-terroristen naar Nederland gehaald, onverantwoord, die dadelijk vrijkomen onze straten vervullen, vervuilen en mensen in gevaar brengen, gezinnen die naar winkelcentra gaan in gevaar brengen. Er komen er nog honderden meer deze kant op. Dat is wat mevrouw Kaag doet. Maar mevrouw Kaag heeft ook eerder Palestijnse organisaties gesubsidieerd die een Joods meisje, een Joods minderjarig meisje met Nederlands geld van mevrouw Kaag gekregen hebben vermoord met een autobomaanslag. Dat heeft mevrouw Kaag gedaan. Meneer Wilders. Mevrouw Kaag, nee, ik maak mijn zin even af, want ik moet ook kunnen reageren op haar verwijt. Ze zit er gelukkig weer. Mevrouw Kaag, ik veracht uw daden. U haalt terroristen uit Syrië hier naartoe om onze straten onveilig te maken. En u heeft ervoor gezorgd dat met Nederlands geld een terrorist van de Palestijnse gebieden, met uw geld, dat die het geld heeft gekregen, is betaald en dat hij een Israëlisch meisje met een autobom heeft vermoord. Als er iets verachtelijk is, dan is het uw daad, niet de mijne.
Gaat gang. Mevrouw de voorzitter, voor ik begin richt ik graag het woord tot de heer Remkes naar aanleiding van berichten vorige week in de media. Ik heb hem hier vorige week direct over gebeld en ik heb het ook ingebracht in het gesprek vorige week woensdag met 9 partijen. En ik zeg ook hier in deze Kamer, ook via u, tegen de heer Remkes, de woorden zijn direct teruggenomen en ik vind dit zeer terecht. Ik wilde dit formeel markeren. Dank u wel. Ik zie mevrouw Marijnissen van de SP met een vraag. Dank u. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, over dit punt. Ik denk dat de opmerking van mevrouw Kaag terecht is. Ik vind het vooral ook heel vervelend, want het heeft ook voor erg hoog gehalte van rol en achterklap. Maar het is wel iets wat natuurlijk vanuit D66 is gebeurd. Ik denk dat heel veel mensen thuis ook niet zoveel boeit. Ik bedoel, die zien liever dat wij hier over de woningnood praten dan over dit soort trieste praatjes. Maar het zegt wel wat, wat mij betreft, over hoe je naar politiek kijkt en over hoe je politiek bedrijft. En nou ja, mevrouw Kaag heeft natuurlijk in de verkiezingscampagne meermaals die belofte gedaan rondom nieuw leiderschap. Nou, hoe verhoudt zich nou dit gedrag van D66 tot dat beloofde nieuwe leiderschap? Mevrouw Kaag. Nou, via u zeg ik tegen mevrouw Marijnissen, de woorden zijn direct teruggenomen en terecht. Ik heb direct gehandeld. Dat is ook onder de verantwoordelijke keuze die ik maak. En zoals ik zei, ik heb de heer Remkes direct gesproken. Ik heb het direct bij de 9 partijen, de helft van deze Kamer, ook weer benoemd. Ik heb het met de Kamervoorzitter ook besproken. Ik heb verantwoordelijkheid genomen, net zoals je ministers kunt aanspreken op woorden of handelingen van ambtenaren, kunt u mij daarop aanspreken. En ik hecht daarom ook dat ik deze woorden heb uitgesproken. Hoe het zich verhoudt. De woorden zijn teruggenomen en zoals ik zei, het is zeer terecht dat ze direct zijn teruggenomen. Mevrouw Marijnissen. Ja, het is natuurlijk niet helemaal antwoord op mijn vraag. Nog los van dat woorden terugnemen over het algemeen best wel lastig is, want ze zijn uitgesproken. En ja, er waren 2 mensen van D66 natuurlijk in die onderhandelingsruimte aanwezig. Dus daarom is de vraag denk ik hier ook heel terecht. Ja, waar komt dat dan vandaan? En waarom doet D66 überhaupt zoiets? En als u grote woorden spreekt over nieuw leiderschap en u moet nu daar dan alweer op terugkomen en uw excuses aanbieden en woorden terugnemen, dat verhoudt zich toch niet tot elkaar? Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat de berichtgeving was zoals die is. En ik kan u verzekeren, het is nog de heer Jette of ikzelf heb daar iets mee te maken met de woorden die gesproken zijn. Maar belangrijker is dat ik verantwoordelijkheid neem voor al onze mensen en de woorden zijn teruggenomen. Ja. Dank u wel. Kijk, ja, mevrouw Marijnse, tot slot. Oké, dat is wel lichtelijk bijzonder. Mijn informatie was altijd dat de onderhandelingsdelegatie van D66 bestond uit mevrouw Kaag en meneer Jette. En die hebben volgens mij de hele tijd met de heer Remkes, waar deze rol en achterkrap praatjes over gingen, in één ruimte gezeten. Dus ik zou graag van mevrouw Kaag horen als het niet van hen kwam. Want ja, die indruk leeft nu hier wel. Of zij die indruk weg kan nemen. En het liefste dan natuurlijk door te vertellen van wie het dan wel kwam. Want ik kan me voorstellen dat meer mensen die vraag hebben. En ik heb aansluitend, voorzitter, nog een vraag aan mevrouw Kaag, ook in het verlengde van het, nou ja, het nieuwe leiderschap en een nieuwe bestuurscultuur en zo. Ik begrijp dat D66 de heer Koolmees gaat voorstellen als informateur. We zullen daar later over stemmen. Maar nu weten we ook dat het uitgerekend de heer Koolmees was. Dat weten we uit de uitgelekte notulen van de ministerraad, die zich nogal beklaagde. Hij was zeer ontstemd. Ik heb het even opgezocht, het letterlijke citaat, over de samenwerking tussen Pieter Omtzigt en Renske Leijten hier in de Kamer rondom het toeslagenschandaal. Daar hebben we hem weer. Waar nota bene het kabinet over is gevallen. Dus deze meneer Koolmees beklaagde zich niet over dat toeslagenschandaal in de ministerraad, maar over het feit dat hier 2 kritische Kamerleden, die gelukkig hebben doorgebeten en iets boven tafel hebben gekregen, dat zij met elkaar samenwerkten. Ja, nou, hoe verhoudt dat zich dan tot die nieuwe bestuurscultuur en waarom komt D66 dan uitgerekend met meneer Koolmees op de proppen om daar vorm aan te geven? Mevrouw Kaag. Ik zou wellicht op het voorstel van de heer Koolmees in mijn eigen interventie willen terugkomen. Dan kan ik ook de vraag van mevrouw Marijnissen meenemen als het goed is. En in eerste instantie, zoals ik al eerder zei, net zoals ministers voor hun ambtenaren staan, daar verantwoordelijkheid voor nemen, neem ik verantwoordelijkheid voor het D66-team. En als mevrouw Marijnissen zou willen suggereren dat de heer Jette en ik allerlei praatjes erop na hebben gehouden, dan is dat niet zo. Maar ik neem de verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer. Ik krijg geen antwoord.
Mevrouw Kaar heeft aangegeven dat in ieder geval op het vraagstuk van de heer Koolmeester nog op terugkomt. Ja, dat hoorde ik in haar bijdrage. Maar ik zou daar nu graag een antwoord van haar over willen. Want ik sta nu hier om die vraag te stellen. En ik zou ook willen benadrukken dat als mevrouw Kaar volhoudt dat het niet van mevrouw Kaar of meneer Jetten kwam, dat het dan volgens mij een hele logische vraag is dat wij ons hier afvragen van wie komt het dan wel. En mevrouw Kaar staat hier nu niet meer als minister. Nee. Dus die vergelijking gaat niet op. Mevrouw Kaar staat hier nu als Kamerlid. En ik vraag dit aan u als mede-Kamerlid. Ja. Mevrouw Kaag. En ik verwacht dan gewoon een antwoord. Ja, en mijn antwoord is dat ik de verantwoordelijkheid heb genomen voor iets wat niet had moeten plaatsvinden. En daar blijft het bij. En interne D66-zaken, daar spreken wij zelf over. Wanneer dat ons past en het is besproken. De heer Wilders van de PVV. Voorzitter, laat ik beginnen dat ik het waardeer dat mevrouw Kaag even aanwezig wil zijn hier vandaag. Tussen haar andere belangrijke werkzaamheden door. Ik hoop dat die er niet te veel onder lijden. Goed dat u er even bent. Voorzitter, even terug over de heer Remkes. Want dat is natuurlijk net iets te gemakkelijk te antwoorden die u aan mijn collega van de SP gaf. Wat gewoon is gezegd is dat de heer Remkes warrig was. Lees dat hij gezopen had. En dat is vals. Dat is gemeen en dat is zoals we u het afgelopen half jaar kennen. He? Niet tegen de minister van Defensie zeggen, terwijl u hier samen binnenkomt, dat u gaat aftreden. Nou, vele voorbeelden wat in een patroon past. Maar ik zou toch graag willen weten hoe dat is gegaan, want zowel u, alleen u was daarbij aanwezig bij dat overleg en de heer Jetten. Dus u bent de enige twee die gezien kunnen hebben, als het al waar is, dat de heer Remkes mogelijkerwijs zou hebben gedronken. Nou staat in de pers, mevrouw de voorzitter, dat het twee voorlichters waren en de heer Sjoerdsma. En ik zag al dat de heer Sjoerdsma niet aanwezig was, dus ik denk verdomd, dat zal wel kloppen, want anders was hij een vent geweest en had Sjoerdsma hier in de zaal gezeten. Sjoerdsma is er niet. Mag ik u vragen, is het waar dat u of de heer Jetten dat aan de heer Sjoerdsma heeft verteld, want alleen u en de heer Jetten kan het aan de heer Sjoerdsma hebben verteld. De heer Sjoerdsma zat niet bij de onderhandelingen en is de heer Sjoerdsma toen op eigen initiatief of op suggestie van u of de heer Jetten naar de pers toe gegaan samen met twee volgers en hebben gezegd, jongens, die Remkes die was warrig. Drank stond er op tafel. Ik wil dat weten, voorzitter. Het is een belangrijk iets. Komt dat van u vandaan? Komt dat van de heer Jetten vandaan? En waarom heeft de heer Sjoerdsma dat gedaan? Uit eigen beweging? Of heeft u of de heer Jetten hem daartoe aangestuurd? Mevrouw Kaag. Mevrouw de voorzitter, mijn antwoord blijft hetzelfde. Ook naar de heer Wilders toe. Het antwoord is hetzelfde. Woorden zijn teruggenomen. Terecht. Ik heb direct gehandeld. En dat is de situatie. En interne bespreking D66 is aan D66. Net zoals ik meen dat in hele andere casussen u geen verantwoording aflegt aan deze Kamer, meneer Wilders. De heer Wilders. Nou, altijd als mevrouw Kaag het moeilijk krijgt, dan wordt ze vals of dan gaat ze weer jijbakken geven. Maar geef nou gewoon, probeer nou een keer niet zo onaardig te zijn. We stellen allemaal serieuze vragen aan u. En we willen het gewoon opgehelderd hebben. De NOS heeft bekendgemaakt, de door u zo bejubelde staatsomroep heeft bekendgemaakt dat het twee voorlichters waren en de heer Sjoerdsma, en niet alleen de NOS, het schijnt dat de heer Sjoerdsma en die twee voorlichters 3, 4, 5, 6 verschillende media hebben benaderd. Dat heb ik niet gedaan, dat hebben zij gedaan. En u bent de politiek leider van D66. Dus ik vraag aan u om daar opheldering over te geven. Hoe is dat bij hun terechtgekomen? Nogmaals, dat is niet iets intern. Dat kan alleen maar via de heer Jetten. Anders misschien dat de heer Jetten durft om te antwoorden. Durft hij ook niet, hij blijft zitten. Misschien dat u kan antwoorden, hoe is dat bij Sjoerdsma en die voorlichters terechtgekomen? En ik herhaal mijn vraag, waarom heeft Sjoerdsma dat gedaan? Heeft hij dat spontaan gedaan? En als dat zo is, heeft hij hem daarop aangesproken? Of heeft hij dat op uw advies gedaan? U kunt niet eerst, mevrouw Kaag, u kunt niet eerst zien en er eventueel voor zorgen dat die mensen die spin, die valse leugen over Remkes naar buiten brengen en dan vervolgens zeggen, ja, ik ga er geen verantwoording over afleggen, dat is iets interns. Het is niet iets interns. Die mensen die hebben naar buiten, naar de media, naar de NOS, naar andere media, hebben die de spin gemaakt, Remkes had gezopen. Dat hebben zij gedaan, publiek. Dat is niet iets interns, dat is iets publiek. En dat moet u nu, komt u niet mee weg tot te zeggen, ik ga er niks over zeggen. Hoe is dat gegaan? Mevrouw Wie Kaag. Heeft dat gedaan? Ja. Mevrouw Kaag. Ik heb eerder, en ik herhaal nog maar,
direct gehandeld. Ik heb de heer Remkes gebeld. Ik heb ervoor gezorgd dat er onmiddellijk de woorden werden teruggenomen. U kunt daaruit mijn mening opmaken dat ik het zeer onterecht vind wat er is gebeurd. En intern heeft D66 gehandeld. En daar blijf ik ook bij. Ja, voorzitter, dan kan ik niet anders dan concluderen dat het een hele grote laffe bende is bij D66. Ze zijn wel flink genoeg om uit het overleg met de informateur en de andere partijen tegen de heer Sjoerdsma en twee voorlichters, want dat kan nogmaals alleen maar door haar of de heer Jetten zijn gebeurd, te vertellen dat Remkes blijkbaar aan de drank zat. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo was, misschien is het helemaal niet eens waar, maar dat is het verhaal wat naar buiten is gebracht. De NOS en andere media hebben dat opgepikt. De heer Remkes is daardoor, en gelukkig trekt hij zich daar weinig van aan, maar is daardoor beschadigd. Hij is daardoor beschadigd. Het is een vuile roddel over iets wat niet naar buiten mag komen. En dan wordt u hier door collega's ter verantwoording geroepen en dan kruipt u in uw nest. En dan durft u niet te zeggen waar de heer Sjoerdsma is. Waar is de heer Sjoerdsma? Waarom komt de heer Sjoerdsma hier zelf niet vertellen wat hij heeft gedaan? Waar heeft u de heer Sjoerdsma daarop aangesproken? Heeft de heer Sjoerdsma, is hij zijn portefeuille kwijtgeraakt? Moet de heer Sjoerdsma, komt hij de volgende keer op de lijst te staan? Heeft u de heer Sjoerdsma daartoe opgeroepen? Heeft hij het zelf gedaan? Waar is de heer Sjoerdsma? En waarom mogen wij dat niet weten? En mevrouw de voorzitter, dit is niet een incident. Het is vaker gebeurd. Het is vaker gebeurd dat dit soort schlemielige, vuile spelletjes van uw kant komen. En nu gaat hij waarschijnlijk weer herhalen. Voorzitter, ik zeg helemaal nieuw. Het is een interne zaak. De interne zaak van D66, als u daar weer geen antwoord op wil geven, stinkt. U beschadigt iedereen. U zegt over de ChristenUnie dat het een roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte scheeft u 7 messen in zijn rug. En over de informateur laat u uw mensen zeggen dat hij bezopen, dat hij dronken was als een aardbei. U moet zich doodschamen en dat u hier geen verantwoording over aflegt, is ver onder uw niveau. Kijk even naar de heer Assarkan, of er nog behoefte is aan een... Hier heb ik niks op te zeggen. Dat spreekt voor zich. Het zijn uw woorden, meneer Wilders. Ik mag toch wel een antwoord. Misschien dat het antwoord van mij... U kunt toch wel de beleefdheid hebben om een antwoord op mij. Wat staat u dan de arrogant met uw armen te zwaaien? Eerst geeft u mij een sneer en nu zit u wat te mommelen. Geef toch wel... Ik stel een normale vraag. Ik formuleer het netjes en beleefd. En ik wil daar een antwoord op hebben. Ja, u kunt wel weer een beetje zenuwachtig staan lachen. Maar ik wil gewoon een antwoord op uw vraag. Antwoord op mijn opmerking en op mijn vraag. Hoe is dat bij de heer Sjoerdsma terechtgekomen? Waarom heeft u het gedaan? Waarom kon eerst wel de hele media worden geïnformeerd? En zet u nu, als een klein meisje, zegt u van... Nou, ik kan er niks over zeggen, hoor. Dat is bij mij thuis gebeurd. Nee, heel Nederland heeft het gezien. Geef antwoord en geef opheldering. Hoe werkt die vieze, valse machine van mensen zwart maken bij D66? Mevrouw Kaag. Mijn antwoord is helder en daar blijf ik bij. Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige tegenstelling tussen kapitalisme en communisme die ontstond na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bleef het marxisme dus ook tijdens de Koude Oorlog springlevend in het Westen, in de vorm van het cultureel marxisme, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media en in de geheime diensten hoogtij vierde. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan en wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze levens willen plannen. Meneer Baudet. We hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft, vind ik echt niet gepast. Nee, ik wil er ook niet over discussiëren. U gaat gewoon verder met uw betoog. Ja, u gaat verder. St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat verder. En dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven, dat is een feit. U kan iedereen opzoeken. En het laat zien hoe verbonden het marxisme was met de deep state. Al decennia en nog steeds. U rondt af, meneer Baudet. Nou, die mensen dus die nu weglopen. Ja, die mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie.
die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt. Een ideologie die zich transformeerde tot cultureel marxisme in de tweede helft van de 20e eeuw. Die mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald. En ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag aan St. Anthony's College in Oxford heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is van de verbondenheid van geheime diensten, marxisme en de recrutering van de mondiale deep state. Ik schors de vergadering even voor een moment. Heropen de vergadering. Stel voor dat we schorsen nu voor een dinerpauze tot kwart. Wacht. Er zit niemand meer in vak K. Dus dat is voor mij de reden om te schorsen nu voor een dinerpauze tot... Ja? Nee, voorzitter, een punt van orde. Ja. Want je kunt niet zomaar even hier met wat collega's praten en dan de regels doen. En wat je ook mag vinden van het betoog van collega Baudet. Hij heeft het recht om hier zijn spreektijd te vullen. Ja. En ik sta er ook op dat het kabinet... vertegenwoordigd is. Ik vind niet dat u nu kan zeggen, we stoppen ermee. Het is pauze. Hij heeft nog volgens mij tijd te gaan. Nog 4 minuten. En hij heeft recht als ieder Kamerlid om dat te doen. En het kabinet hoort er ook te zijn. Ja. Dus ik stel u toch voor om dat te regelen. Want het is echt not done om even met uw collega's af te spreken en te kappen nu. Hij moet spreken en het kabinet moet er zitten. Alle Kamerleden zijn gelijk en de heer Baudet ook. De heer Van der Sterren. Voorzitter, ik vind het ook belangrijk dat de voorzitter de orde bepaalt en niet de leden van het kabinet bepalen wat wel of niet door Kamerleden gezegd kan worden. Ja. Dus ik hecht er ook aan dat u de orde bepaalt, maar volgens wel de bewindslieden aanwezig zijn als wij hier spreken. Ja, nee, zeker. Daarom stel ik ook voor dat we even schorsen, want ik wil ook even kans hebben om ook te kijken waar het... om even contact te hebben ook met het kabinet, want ik vind wel dat moet iemand van het kabinet zijn. Dus ik schors vraag even voor een enkel moment. Ja? Vervolg van de algemene financiële beschouwingen. Maar voordat we daar echt mee beginnen, zit nog niemand in vak K, hè? Dus de heer Tony van Dijk, PVV. Nou, ja, voorzitter, want het nieuws springt op internet dat de minister Kaag de fout is ingegaan met de witwasregels. Ik zou eigenlijk een brief willen voor morgen, haar eerste termijn, waarbij ze tekst en uitleg geeft van het haar zakelijke en financiële belangen in een stichting heeft ondergebracht en verzuimd heeft zichzelf als belanghebbende daarin op te nemen. Dank u wel, meneer Van Dijk. Het zou goed zijn, het hoeft nu niet, maar voordat we morgen beginnen, om een klein briefje te krijgen hoe dat precies zit. Want als ik dat doe, dan betaal ik 22.000 euro boete. Meneer Van Dijk, het is helder. We gaan nu niet die discussie aan. U heeft gevraagd om informatie en dat ga ik doorgeleid naar het kabinet. De minister wil meteen daarop reageren. Zo'n totale goedkope onzin weer. Er is in de brief van de minister-president al bij het aantreden gezegd welke bewindspersonen wat op afstand hebben gezet. En dat het op afstand staat, wordt het via een aangewezen notaris, door de landsadvocaat, door het kabinet, wordt het verder afgehandeld. Bij andere gevallen ook, ik ben er één van, is dat door de notaris weggezet in een stichting met 3 bestuurders. En die zijn door de notaris aangemerkt als belangenhebbende. Kennelijk is dat in de letter van de wet mag dat, in de geest niet. Dus wordt nu door de 3 bestuurders gerectificeerd. Maar ik heb er niets mee te maken, juist omdat het op afstand is gezet. Punt. Ja. Dank u wel. Laten we deze discussie nu niet hier verder doen. Tony van Dijk, PVV. Ja, voorzitter, ik heb inderdaad schriftelijke vragen gesteld. Want
We zien namelijk dat van de 6000 bankkantoren zijn er nog 400 over in 20 jaar tijd. Dus deze minister heeft gewoon zitten slapen en het laten gebeuren dat al die bankkantoren zijn gesloten. Waardoor de menselijke maat helemaal weg is. Als je nu naar een bankkantoor wil en je wil ergens €1000 ophalen of zo, dat bestaat niet meer, dat kan niet meer. Zelfs het bankkantoor, dat ene bankkantoor dat er nog is in Den Haag, die zegt gaan we naar de pinautomaat. Uw vraag? Met andere woorden, kan de minister garanderen dat er vanaf nu geen één bankfiliaal meer zal worden gesloten? En kan de minister garanderen, want dat staat ook in dat artikel, dat per 1 juli de acceptgiro komt te vervallen? Want dat is ook weer zo'n stap naar digitalisering. Minister. Ik weet niet welk artikel even. De heer Van Dijk die refereerde aan vragen die hij heeft gesteld. Wanneer zijn die ingediend? Zeg ik even via u. Kijk even naar de heer Van Dijk. 23 januari. Oké, dan komt het antwoord daarop nog. En het tijdspad waar meneer Van Dijk het over had, dat de bankkantoren zijn gesloten, kunt u dat even voor mij herhalen? In 20 jaar tijd van 6000 ja. Naar 400. Oké. De laatste 20 jaar heb ik chemische wapens opgeruimd in Syrië, oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël. Ik heb een paar andere zaken gehad. Ik was niet in slaap gevallen, meneer Van Dijk, was ook niet minister van Financiën. Ik kom gewoon bij de schriftelijke beantwoording netjes erop terug, zoals dat gaat. Ja, nog een tweede vraag? Nou, ja. Ik heb het niet over mevrouw Kaag. Ik heb het over de minister van Financiën. U zei deze. En er waren er namelijk nog een aantal voor u sinds 2000 die ook hebben zitten slapen. Want die hebben dit ook laten gebeuren. En kunt u nog antwoord geven op mijn vraag over de acceptgiro? Want dat zou heel fijn zijn voor heel veel mensen. De minister. De vraag of we... Ik ga kijken wat we kunnen doen als ministerie van Financiën. Ik wil liever even goed laten adviseren. Ik neem het in de breedte terug. En al is als het niet onder de schriftelijke vraag van de heer Van Dijk is gesteld, dan neem ik de beantwoording daar ook op mee in de breedte van zijn vragen over geld, toegankelijkheid, inclusief de giro. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.